Welkom bij Museum TV. Ik ben Maurice Pieterson en ik ben vandaag in Venlo. De zon schijnt, maar ik heb net een uurtje in de stromende regen gereden. We gingen niet eens harder dan 50 op de snelweg. Maar je moet er wat voor over hebben, want we gaan de Zonnekoning bezoeken. En onze oranje stadhouder Willem III. Slaags aan de Maas waren deze beide heren. En het is precies 350 jaar geleden dat Lodewijk XIV, a.k.a. de Zonnekoning, het plan had opgevat om Maastricht te gaan veroveren. En dat deed hij samen met zijn ingenieur Faubin. En hij betrok ook nog, en wie kent hem niet, de musketier D'Artagnan erbij. Wereldberoemd natuurlijk. Na zijn dood werd er een boek geschreven, films gemaakt. We kennen hem allemaal. Maar goed, ingenieur Faubin had een strategie bedacht. En die werd al ruim een jaar geoefend vlakbij Parijs door de troepen van Lodewijk XIV. En hij bemoeide zich ook regelmatig met de oefeningen. We gaan even naar binnen, want we gaan kijken of die tactiek, die strategie, heeft gewerkt. Kom mee. Op zijn 20ste verloor Lodewijk XIV door roodvonk zijn prachtige haren. En vanaf die tijd ging hij pruiken dragen. En dat werd al heel snel overgenomen door andere vorsten. Dus hij was in die tijd al een influencer. Toch een mooie pruik, moet ik zeggen. De Zonnekoning, flamboyant, alles met pracht en praal. Neem nou het Versailles, gigantisch groot. Wij hadden onze stadhouder Willem III, calvinistisch, waarden en normen belangrijk. Hou je maar gedijst. Doe me een gewone, doe je al gek genoeg. Twee uiterste mannen, maar waren wel familie van elkaar, want het waren achterneven. Ingenieur Faubin heeft ervoor gezorgd dat Maastricht viel. Hier zien we Maastricht, dit is de kaart. En hij bedacht een zigzag loopgraventechniek om Maastricht te veroveren. En Maastricht was nog nooit veroverd. Dus dat was eigenlijk een geweldige prestatie van Lodewijk XIV. Blijft een prachtig tankstationnetje uit de jaren, ik gok 50. En het is nu een koffiecentrum hier in Venlo. Maar goed, ik kom net uit de tentoonstelling en wederom fantastisch weergegeven. Echt leuk verhaal, goed weergegeven, duidelijk. Ik ben enthousiast. Nou, we weten nu dus dat de Zonnekoning in 13 dagen tijd Maastricht heeft veroverd. Daar gebruikte hij wel 26.000 infanteristen, 19.000 ruiters, 52 kanonnen voor. En natuurlijk zijn ingenieur Faubin om die zigzagloopgraven te maken en een gat in de kasteelmuren te maken zodat ze naar binnen konden. En de stad zelf werd verdedigd door 4000 soldaten. Dat vond onze stadhouder wel genoeg. En dat bleek dus niet zo te zijn. Wij verloren 1700 man. En de koning het dubbele.
Dus de tol was hoog, maar hij was er verguld mee. Want in Versailles hangen schilderijen van zijn verovering. In de Arc de Triomphe staan de afbeeldingen van. Dus hij was echt blij dat hij een klinkende succes had geboekt. Want eigenlijk wilde hij liever Brussel innemen of Amsterdam. Dat is allemaal niet gelukt. Maar Maastricht was belangrijk vanwege de rivier die er langs loopt. Belangrijke aanvoerlinie richting het noorden van Nederland. Heeft hij ook nog geprobeerd te veroveren. Maar ja, wij prikten de dijkjes lek. En dan kom je niet verder in dat moerassige gebied waar hij al heel snel zijn buik van vol kreeg. Dus, maar dit succes heeft hij enorm uitgebuit. En hij was er trots op. En dat mocht hij ook zijn, want Maastricht was nog nooit veroverd. Nou, mocht je in de buurt komen, of niet, net als ik, rij je gewoon 200 kilometer deze kant op, kan ook. Het is de moeite waard. Dus, goede tip voor een regenachtige dag. Dit was Museum TV. Tot de volgende keer. Ja, het was bijna vergeten. Dus nog even twee nabranders. Niet geheel onbelangrijk. Onze musketier D'Artagnan. Die kreeg een kantoorbaantje voor bewezen diensten op zijn 60ste levensjaar. Maar daar werd hij niet zo heel gelukkig van. En toen Lodewijk XIV hem opriep om ten strijde te trekken tegen Maastricht, was hij er direct bij. En het liep allemaal niet zo goed af voor hem. Op de 8e dag raakte een musketkogel hier in zijn hals en hij stierf op het slagveld. De Zonnekoning was zeer emotioneel ontdaan. Het was echt iemand die hem heel nabij stond. En hij heeft diezelfde avond nog een emotionele brief naar zijn vrouw gestuurd over het verlies van zijn favoriete musketier. En verder wat nog leuk om te noemen is dat de Zonnekoning een record heeft. Hij is namelijk de langzittende vorst van de wereld met 72 jaar en 110 dagen. Koningin Elisabeth van Engeland kwam al heel erg dichtbij, maar toch nog anderhalf jaartjes tekort. Dus deze info wilde ik jullie niet onthouden en plak ik even erachteraan.